Maar mooi mensen, Bart is hier. En welkom op Farm Simulator 19. We waren bezig met contracten. En ik denk, ik kan mooi even tussendoor even mijn eigen veldje doen. En ik kijk weer. Ik had er zeker nog 2 of 3 op staan. Oh, nog 1, veld 8. Ja, maar die is ook. Veld 8 is toch groot? Ja. Nou. Alleen maar veld 8. Ik had er veel meer op staan. Dat is nou jammer. Dikke trekker gekocht voor de ploeg. Vent. Tuurlijk een vent. Gaat er niks anders kopen dan een vent. Maar we hebben ploegwerkzaamheden zijn op. Ja. Zaaien willen ze. Nou ja, dan gaan wij zaaien. We hebben trouwens ook een. Ah nee, ik ga niet oosten. Ik ben alleen. En ik mis nog steeds een mooie mods. Follow me en dat soort dingen. Ja. Oh, we hebben wel baltjes stro. Maar, oeh, er staat een andere trekker voor. Nou. We zullen deze maar even. Natuurlijk, en hij moet ook weer gevuld worden. Zo. Nou, gaan we eerst eens kijken wat wij allemaal nog voor Oosten 24. Katoen. Zo ja. Veld 14. Ja. Veld 29. Dat was normaal hier. En is dat nou daar? Oh. Ja, dat valt wel mee, hè? Nou, die gaan we nemen. Ja, ik weet ik heb geld genoeg, maar we moeten ook af en toe wel eens wat doen. Het is ook nog wel leuk om te doen. Dus ja, waarom niet? En dan mijn eigen veld. Daarna pak ik mijn eigen veld. Dus we moeten toch weer nieuwe zaad hebben. Kan ik hier trouwens wel maïs mee zaden? Katoen, populier, graan, stapel, gerst, aardappel, suikerriet. Oh, maar dat was mais. Mais. Yes. Joehoe. Nou, gaan wij dat doen. Ja, leuk spel hoor. Oh. Het is donker op het spel. En het is ook donker buiten. Het is nat en het is vies en het is hoesterig weer. En zoals je hoort, wordt een beetje verkouden, zo langzamerhand. Dus ja. Komen we daar.
Nee. Er zitten wat foutjes in hier en daar. Ik heb één hele grote ergernis. Ik heb de kippen gedaan. Nou ja, de kippen werken dus niet. Nee. Heel jammer. Niks aan te doen. Volgende keer beter. Ja. Ik vind hem leuk genoeg om mee door te gaan. Ik hoor een heleboel andere mensen van potjandorie. Ja. En ik kan dat heel erg goed begrijpen. Echt wel. Maar ik heb er geld in gestoken. Dus nou wil ik er ook van genieten. Nou ja, genieten. Ik wil er mee spelen. Hetzelfde als mijn scum. Die ga ik gewoon door blijven doen. Alleen daar hebben ze, de developers hebben daar iets moois op gedaan. Die vertellen je waar ze mee bezig zijn. Als ze dat nou hier ook eens zouden doen. God jongens, waar ben je mee bezig? Huh? Vertel, wat komt er binnenkort uit? En wat komt er niet uit? Dus kunnen hebben ze heel simpel gezegd van, oké, wij gaan dat nou doen. We zijn nou daarmee bezig. Ze zijn nou dus bezig met voertuigen in het spel te zetten. En ja, nou dat ga je dan waarschijnlijk, je kunt ze waarschijnlijk rijden. Met meerdere personen. Maar, oh. Je kunt geen rugzak opzetten, je kunt geen dit niet in de hand houden, je kunt geen speren of niets. Geen wapens in de hand houden. Als je gaat autorijden of in de auto gaat zitten. Hey, dat vind ik iets heel moois. Ze vertellen ons waar ze mee bezig zijn. Hier op Farming Giants. Die vertelt ons van dat gaat het kosten. Dat ga je betalen als je gaat spelen. En als er een update komt, dan merk je dat. Ja. Heel jammer. En er wordt niet geluisterd, hè? Jongens, dit werkt niet, dat werkt niet, dat werkt niet. En dat werkt nog steeds niet. Ja, het stuurtje werkt niet, ja. Maar daar heb ik de rest niks aan. Ik zit nou... 7 man op het stuurtje had gezet. Of 10. En de rest allemaal op de rest van het spel. Maar schijnbaar hebben ze met z'n allen alleen aan het stuur gewerkt. Maar goed. Daarentegen, ik vind het spel nog steeds mooi. Het ziet er goed uit. Ook van binnen. Dit is toch mooi. Jammer dat je dit nog niet ziet in 17. Als dit nou ook in 17 was, dan was ik niet overgestapt. Nee. Echt, als dit in 17 was, was ik niet overgestapt. Maar goed. Laten we hopen dat ze hiervan gaan leren. En dat ze dan... binnenkort zeggen van oké, wij houden ons hiermee bezig en wij gaan eerst dit hele spel helemaal netjes goed maken. Dus maar ja, dat is niet wat ze gaan doen, denk ik. Ze volgen toch hun eigen kop.
Ja, ik moet af en toe eens even opletten dat het een beetje netjes gaat natuurlijk, hè. Nee, ik rijd niet met een helper erin. Dit is gewoon, dit doe je zelf. Poep dat weer, jongens. Dan mag ik wel vrij zijn, maar... dat het zo donker is en dat ik verkouden begin te worden, vind ik niet lekker. Ik heb alle tijd om ziek te zijn, tenzij het gaat sneeuwen natuurlijk. Dan ben je hard aan het werk. Maar... ja... is niet lekker. En... het ja, ik heb vandaag echt iets... echt een... hoe moet ik dat nou uitleggen? Het is echt iets... ik heb iets gedaan, jongens. Ja, het kan eigenlijk niet, hè. Het kan eigenlijk niet, maar... ja, ik heb het toch gedaan. Ik had het een beetje koud. Ik heb de verwarming op 20 graden gezet. Echt zomaar. Zonder erbij na te denken, zo op 20 graden. Bij mij komt het niet hoger dan 18, hoor. Dus vandaar. Ik trek liever eerst even een truitje aan. Ik heb nog wel een holle trui. Die trek ik wel aan. Maar er niet bij nagedacht. Paard zo op 20. Nou heb ik mijn trui nou dus uitgetrokken. Het is aardig warm hier in huis. Ja, 20 graden dus. Zomaar, zonder bij na te denken, zo op 20 gezet. Dat is toch erg? Dat doe je toch niet? Ja, hij is echt ongelooflijk, ongehoord. Nou ja. Ja, ik kan hem ook wel terugzetten, maar het is toch wel best wel een beetje lekker. Ja. Ik denk dat ik hem vanavond eens een keer terug ga zetten. Nou, dan niet, hoor. Is nog wel steeds lekker. Het is echt ongehoord dat je dit zomaar op zomaar. Het is helemaal erg omdat het mijn eigen huis is. Dus ja. Nou goed. Hier op het spel is het volgens mij wel lekker warm, want de zon schijnt steeds. Mais kan in de grond, dus ja, het zal ook wel weer een beetje frisser worden hier straks. Nee, ik draai niet op. Season zit nog niet in 19, nee. Nee, gelukkig niet. Contract voltooid. Ja, nou, sorry meid. Dit laatste streepje wil ik ook even doen. Het is niet zo heel mooi, maar ik doe het wel. Zo. Ja, weet ik wel. Afgerond en betaald. Wiede. Nee, we gaan niet wieden. Zaaienveld 20, dat is een groot veld. Oosten, bemesten. Ploegenveld 6, dat is ver weg. Balen maken. Oh ja, dan moet je eerst gaan maaien. Veld 26. Ja, dan moet je eerst de rommel gaan maaien. En dan moet je... poep, madame. Dat doe ik niet. Ja. Kijk, van binnen kun je dan ook gelijk zien dat ik zonder stuurtje rijd. De stuurder gaat aardig hard heen en weer. Dat komt omdat ik achteruit rijden op volle pons heb staan, op 10.
of 9 of zoiets. Dat heb ik gedaan omdat hij sneller naar nulstand gaat. En hoe lager je die zet, hoe beter die, hoe mooier dat aan de binnenkant lijkt. Ja. Maar ik heb liever functioneel dan mooierheid. Nee, ik hoef niet te tanken. Ik moet wel een keer repareren straks. Deze heeft nog wel bij weinig uren gedraaid. Dus zullen we eens even proberen wat meer uren op te zetten. Wat ga ik krijgen? Oh, ik ga gewoon door met mais. Ja. Nee, ik wil mais hebben. Ik ga meer silage maken. Ik heb al een stukje silage klaar. Ja. En een andere boerderij die ik heb. Volksburn. Ik weet niet of ik die online heb gezet, maar... Ja, daar werkt de silage niet. De silopitten die werken niet. Nou, hier wel. Deze werken wel. En dat komt omdat ze hier... Ze hebben die halfjes gebruikt, die enkele. Daar staan ze. Oh, twee enkele naast elkaar. En mooie silage erop. Dus ja, dat vond ik wel goed van hun. En het sturen is net iets anders hier. Dat zul je zelf wel merken. Maar ook weer uitdagend. Dus toch ook wel weer leuk. Ja. Nou, af en toe zit ik te denken, die vogels mogen ze er van mij wel uithalen. Vooral als je in first person zit. Dat wil nog wel eens schrikken. Nou, die vogels niet hoor, ikke. Kijk, nee, is niet netjes, Patters. Beetje opletten graag hoor. Ja, we trekken eerst even een kopse kant eraan. Zometeen de kont ook even. Want als je de helper erin zet. Ja, die helpers, dat is bullshit hoor. Dat is echt, echt kloten. Daar moet je echt 17 voor hebben. Als je met helpers gaat werken. Daar moet je echt op 17 zitten. Daar zijn ze goed. Hier. Net als we nog een trekker hebben gezien dan. Als ze niet weten wat een trekker kan. Dan rij je met ploegen 20 rondjes en dan trekken ze één baan. Ik had de trekker hier al beneden liggen. Ja, met ploeg. Omdat waarschijnlijk dit ding hier staat. Ja, die leveren wel goed geld. Dus ze laten ze lekker staan. Kan zijn dat ik ze nog ga verplaatsen. Die zonnepaneeltjes die zijn goed. Dat is een hele goede mod geweest. Die moet ze echt niet te veel gaan veranderen. Dat is. Dat levert tenminste geld op. De rest? Nee, niet zo. Die schaapjes zijn helemaal niet. Die kost alleen maar geld. Gelukkig heb ik dus deze map, zit alles op en aan. Dus daar kijk ik niet zoveel naar. En het is toch leuk dat je overal eigenlijk op de kaart een boerderij neer kan zetten. En zelf naar je eigen smaak kan indelen. Dat is een leuk idee. Ik vind alleen... ze hadden ook wat andere boerderijtjes. Niet alleen één soort boerderij erin moeten zetten. Even wat meer boerderijtjes erbij. Dan was dat helemaal goed gekomen. Maar ja.
Giants, groot concern, die zijn nog niet zo slim. Nee. Je moet over alles nadenken. Zelfs als ze naar de wc gaan, moeten ze even nadenken. Er komt een heel groep mensen bijeen. Dan gaan ze bedenken van... ja, Heinrich moet naar die toiletten. Ja. Ja. Gaat dat vandaag nog worden of niet? Nou, Heinrich. Ja. Je werk moet wel doorgaan. Nou, ja. Ja. Wat doe je eigenlijk voor werk? Oh, Heinrich. Heinrich brengt de koffie. Nee, die kan niet naar de wc. Nee. Als hij wel naar de wc gaat, ja, dan ligt heel Giants editor stil. Heel Giants ligt stil. Ja, ja, oké. Okay. Dan hebben ze toch maar beslist dat Heinrich toch maar naar de wc komt. En die is gewoon, gewoon een half jaar niet meer teruggekomen. Ze hebben een half jaar niks gedaan. Ja, anders weet ik het niet te verklaren dat ze niet alles al in orde hadden. Dus ja. Maar ik vind hem nog steeds leuk. De geluiden van balen maken en zo, ja, echt, dat klinkt heel mooi. Motorisch komt hij heel erg goed dicht in de buurt. De 939 komt heel erg in de buurt. En hoe weet ik dat nou? Nou, wij hebben vanmiddag bij een 939 gestaan. En die meneer die ging ook aan het werk. Vandaar dat ik ongeveer weet hoe dat ding klinkt. Helaas, helaas, ik ben vergeten foto's te maken. Was een beetje onder de indruk. Ja. Maar als het goed is, komen we er vaker heen. Dus we zullen het zien als ik een foto van mag maken. Daarom rijd ik nou ook een 1050. 939 hoef ik niet meer. Dan nou in de 1050. Overlappen. Man. Kijk, dit is ook wel leuk. De voorwielen draaien soms wat sneller dan de achterwieltjes. Ja, dat klopt helemaal. Als ik te dicht in de buurt ben, hoor ik die machine veel erger. Dan dat ik er verder vanaf ben. Heel mooi. Ja, daar heb ik ook mensen over horen klagen hoor. Als ze er ver vanaf zijn, dan hoor je hem niet zo. Nee. Als ik op straat loop en ik loop gewoon op de straat, ja, dan hoor ik de auto's ook. Maar als ik 2 kilometer van de straat afloop, hoor ik de auto's ook niet. Toch? Denk ik. Nou mensen, die tijd zit er weer op bijna op. Minuten. Oké, mijn tijd zit er al op. Ja, ik wil ze niet langer maken dan 20 minuutjes. Ja. En de meeste van de tijd heb ik ook nog niet eens een klokje bij me. Ja. Ah, dit keer heb ik een klokje. Ik heb eraan gedacht. Ik heb, ja. Ik heb een klokje. Ik heb een klokje gedacht. Ja. Ja. Als ik nou het klokje ook nog eens een keer in zicht, goed in zicht zet. Nee. En waar ik ook heel erg mis nou. In 17 hadden wij Ctrl D.
Ja, dan kon je. Daar was de machine schoon. Ja. Ondanks dat ik die spuit fantastisch mooi vind, hoor. Echt, die spuit die vind ik echt fantastisch mooi. Mission Control deed toch ook heel erg. Ja. Maar goed. Het zei zo. Saai zo, hè? Saai zo. Ja, ja, ja. Je bent aan het zaaien. Goed, mensen. Ik ga echt dag zeggen. En ik hoop dat jullie allemaal een mooie dag hebben vandaag. Beter dan van mij. Dat jullie allemaal zeer gezond zijn. Zeer wel tevreden. Heerlijk aan het spelen zijn. Buiten spelen, wil te verstaan. Computerspelletje doen wij wel. En voor het leuk, drop een like. Voor het niet leuk, drop het dus. Ja. En wil je meer zien? Abonneren kan altijd, hè. Nou. Voor iedereen. Dag, dag. Mooi, mooi. Zwaai, zwaai. En later maar weer. Mooi.